zelf ook niet geloven toen ik een telefoontje kreeg dat ik in Galileo mag komen spelen in Antwerpen. Dus het is altijd wel leuk als je een droomrol wordt aangeboden. Want dan zijn de audities toch nog extra speciaal, denk ik. Als normaal ga je audities doen, je denkt van ja, deze heb ik misschien, misschien heb ik hem niet, je weet nooit. Maar als dat rol is die je echt graag wil spelen, dan hoop je altijd dat je hem hebt. En als je hem nog aangeboden krijgt ook, dan is het altijd feest natuurlijk. Notre-Dame de Paris, daar roemde ik je om je zoetgevoiste stem. Je kunt je afvragen, je kunt je voorstellen dat ik me afvraag hoe gaat Galileo spelen met I want it all and I want to break free. Ja, dat is een ruig tintje op mijn stem die je nog niet gehoord hebt natuurlijk. Precies, maar, dat heb je altijd verstopt. Tuurlijk, altijd. Je gaat altijd mee met welke productie waarin je staat. Maar nee, het is wel een uitdaging denk ik. Ik heb wel een poppy stem, maar om een ruige rockstem. Ik ben geen Bon Jovi, dat ook niet, maar ik kan ze wel aan. Ja, nog even een andere kant van Tim Dries laten kijken. Mike, wat? Wel een uitdaging, denk ik. Ik heb wel een poppy stem, maar een ruige rockstem. Ik ben geen Bon Jovi. Dat wel. Ja. Een grappig manneke. Toch wel. En wat ik zo leuk vind dan. Ik vind het altijd leuk om een karakter te spelen waar je een arc hebt. Dus waar je een beetje een boog hebt in een verhaallijn. Dus je begint als een stotteraar. Alweer. Dus je begint als een stotteraar in We Will Rock You, Never Forget, dat is ongeveer hetzelfde kleine geek die ik speelde toen. En dan word je op het einde toch wel heel, de zelfvertrouwen gaat naar boven, je weet waar je plaats is in de wereld. Dus dat vind ik altijd een hele leuke rol om te spelen. Dus nu wordt het een jongen die ruig is en niet weet waar hij in de wereld past, die nog ruiger wordt en een heel rockconcert doet op het einde van de show. Dus het wordt een jongensdroom die toch nog weer waar maakt zijn fantastisch. Ik heb nog nooit een slechte show gezien in Nederland. Dus in België ook niet trouwens. Dus, maar ik bedoel, als je zegt van hoe gaat het tegenover Londen, Nederlands, ik denk dat ze soms in Nederland zelfs beter zijn.